Welkom, hooggeëerd publiek, dames en heren, bij een nieuwe aflevering van Testen en Kitsch en Kunst. Jij kwam spontaan langs, daarom hebben we ook geen extra zender, want die ligt op de andere studio. Als ik ga praten moet ik een beetje zo gaan. Klein beetje wel. Lean in. Want we vonden het wel heel gezellig dat je er even, lean in. Dat je even langs kwam. Lean in. Omdat Lies een tijdje weggaat naar het buitenland, wilden we gewoon geen twin battle. Gewoon leuke dingen. Geen concurrentie, geen gezeik. Dus we gaan vandaag praten over kunst. In de 7e eeuw werd deze schaal als boog gebruikt. Leuk. Leuk, hè? De testenvraag van deze week komt eigenlijk van ons. Wij kregen 3 plaatjes te zien van echte kunstwerken. En 3 van hobbyisten schilderijen. En aan ons om te bepalen welke de echte is en welke niet. Ik zie ineens het beeldje daar. Lies wil graag dat dit beeldje even in beeld is, dus... Hij heeft zijn hoofd een keer bijna verloren. Nu dus waarvoor we hier zijn, Lies. Weten wij het verschil tussen echte kunstwerken en hobbyisten kunstwerken? Maar is er een verschil? Nou ja, dat vind ik dus een hele goede vraag. Wat vind jij? Wat is kunst? Ja, dat is een beetje zo'n cliché vraag, maar het is wel waar het op neerkomt. Wat is kunst? Kunnen wij gaan oordelen over wat echte kunst is en amateurswerk? Wie bepaalt dat? Is het een soort van jury waar je naartoe moet gaan? Zeg maar, oh, nu ben je pas echt. Lies! Dat ben jij irritant! Oké. Okay. Maar ik vind de vraag die jij net stelde, wat is kunst? En wanneer mag je zeggen dat iets kunst is, een hele goeie. Wat vind jij? Ja, ik denk als iemand heel veel energie en liefde in iets stopt en hij of zij zegt, ja, dit is mijn vorm, kunstvorm. Prima. Dit is leuk. Wij krijgen het kunstwerk te zien op een iPad, maar jullie krijgen hem hier te zien. Dat is tof, hè? Wij zien hem daar, boven de camera. Dan weet je dat. Dit? IMAT 1917. Teken dat het oud is. Het is een urinebak. Denk ik. Is het geschilderd? Ja. Maar er staat een beetje een alternatieve kunstzinnige tekst op. Dus ik kan er bijna... Of is het een zadel trouwens? Je moet het wel argumenteren. Ja, het is een zadel. Sorry, ik keek verkeerd. Of een urinebak. Het kan ook een urinebak zijn. Wat denken jullie? We argumenteren waarom dit kunst is. Nou, ten eerste staat er B-mat 1917 op. In een soort van zwarte verfschilderstijl. Ja, ja. Dan denk je al van, dit is een kunstenaar. Want ja. Niemand gaat onderaan zijn zadel dat schrijven. Tenminste. Of urinebak. Ja. Of urinebak. Dus het is next level. Dus het is kunst. Kunst. Doe maar. Het is van Marcel Duchamp. En dat was echt... Ja, dat hoor je meteen in de naam. Marcel Duchamp, ik bedoel, met zo'n naam hoef je geen iets te creëren. Volgende. Nee, amateuristisch. Dat zie je meteen. Een duur museum zoals het Rijksmuseum had gehangen, had het niet zo erbij gelegen. Zie je dat? De verven zitten geen eens goed op. En 2, het is de foto, het is de belichting, het is... Misschien hebben ze het expres zo gedaan. Ja, dat vind ik vergezocht hoor. 1, een witte muur. Je ziet daar een gegoten vloer. Je ziet daar verf. Het is allemaal man-made. En misschien willen ze... Man-made? Oh my god. Hier laten zien van, zo ziet de aarde eruit, jongens. We hebben alles geasfalteerd, maar zo ziet de grond eruit. Een ongekend brutaal werk. Oh, dat vind ik wel heel grappig. Ik hou van pindakaas. Oh, wat roept de je op straat ziet? Taxeert men hier op een fortuin? Nee, dit is niet Picasso. Dit is niet... Er staat ook echt Picasso. Met paint. Met een Z. Pintasso heet Sa. Het. Picasso. Het is met paint gemaakt. Pintasso. Het is een meisje van 8 en ik vind het gek. Ik ook. Het is een soort van heks. En Picasso is nagetekend, maar het is amateuristisch. Ja. Volgende. Hadden jullie hem goed trouwens? Ik ben benieuwd. Laat het weten in de comments. Ik vind hem lastig. Hij is wel ondertekend, rechtsonder, zie je dat? Met iets. Het doet me een beetje denken aan van die schoolknutselwerkjes. Alleen het is allemaal net iets te... Goed over nagedacht. Ja. Ja. Ik heb een soort van droomgevoel hierbij. Ik wil niet een soort van helemaal de expert gaan uithangen, maar ik voel hier een droom. Een droomscenario in dit kunstwerk. Ik heb terugverlangd naar een tijd... Als kind, alleen achterkomt gaande het kunstwerk, dat hij geen kind meer is. Ja. Wij zeggen... Kunst. Kunst.
Hebben we nog rood wijntje hier ergens? We hebben het goed. Rood wijntje. Henri Matisse. Oh, dat is goed. Henri Matisse, inderdaad. Wat is de gedachte achter de schilderij? Ik weet zeker. Dat is een trick question, denk ik. Ik vind dit kunst, maar ik denk dat Pascal deze heeft uitgezocht, omdat het heel, het is echt mooi geschilderd. Maar dan denken ze van, dan gaan ze standaard zeggen kunst, maar dan is het misschien een onbekende artiest, maar dit is wel kunst, vind ik hoor. Ik vind ook. Vind ik echt kunst. Dus of het nou wel of niet bekend is. Ik vind het echt een imponerend stuk. Wat doen we nu? Maak me alweer gevoel die eigenlijk, keuze die eigenlijk. Oké, ik zeg ja. Kunst. Ja, ik begin nu ook te twijfelen door jou. Ik nee, blijf... dan is het leuk. Oké. Okay. Spannend. Ik blijf inderdaad bij mijn eerste gevoel. Nee. Dit is een zelfportret van Picasso. Ach! Oh. Ik heb deze gezien hangen. Jij hebt geschiedenis gestudeerd. En dat ja, op het laatste moment. Oh, Steve Myers. Ja, dit is heel bekend. Dit is heel bekend. Hoe heet ze ook alweer? Ja. Is dat niet van die Mexicaanse schilderen? Volgens mij wel. Frida? Nee. Maar durf ook niet meer te zeggen dat iets amateuristisch is nu. Gewoon, klaar. Of is het ook Picasso? Nee, maar dit is kunst. Nou ja, ik dit is kunst. Dit is... Als iemand het heeft nagetekend, dan heeft hij dat heel goed gedaan. Maar het is kunst. Volgens mij is dit een fake Picasso. Ja, maar Picasso. Ik weet het nu niet meer hoor. Wat is dit nou? Picasso, zelfportret, geen zelfportret. Ik weet het niet meer. Het is wel een moeilijk niveau van dingen worden nagetekend. Ik vond dat schilderij van Picasso zelf heel mooi. Heel mooi. Ik wist niet dat het zo'n aantrekkelijke man was. Oké. Okay, ik heb hem nog nooit ontmoet. Een heel ander pad op. Als jij echt een kunstenaar bent en denkt, mijn kunst verdient een plek op onze prachtige muur. Dat zouden we echt super tof vinden. Stuur dan een foto van jouw kunstwerk naar testfortest@gmail.com. Of stuur een bericht hieronder en dan neem ik contact met je op. Nou, doe maar gewoon naar testfortest@gmail.com, dat is makkelijker. Dat zouden we echt heel leuk vinden. Dat zouden we echt heel leuk vinden. Lisa, wanneer krijgen we jouw eerste kunstwerk te zien? Oké, dit was testen. Dankjewel voor het kijken. We nemen voor heel even afscheid van Lisa, maar ze is heel snel weer terug. En tot volgende week, want ik ben er wel gewoon. Ik ga niet op een coole reis in het buitenland met allemaal nieuwe mensen. Op waarschijnlijk een wit strand. Lisa wel. Doei. Een hand van een chef, weet je wel. Lekkere, pure producten gaan we gebruiken. Lekker op de barbecue. Beetje zout eroverheen. Oké, focus. Dit zijn brandnetels, die kan je gewoon plukken. Maar aangezien dit een makkelijke smoothie is, doen we gewoon lekker niks. Vers uit de eigen tuin.